ik Björn Kuipers zeg, wat zegt u dan? Dat zeg ik, een scheids van hier, hè? Ja, trots. Dat is de directeur van C1000 en dat is een hele goede. Jij zegt je de scheidsrechter. Ik ben geen voetballer, maar ik heb het wel gezien. En straks gaat hij naar het WK. Is dat zeker? Dat is zeker. Oh, dan doet hij dat zeker goed. Ja, daar ben ik van overtuigd. Geen tijd om lang na te genieten van de Champions League finale, want zondag reist Team Kuipers af naar Brazilië voor het WK. In Oldenzaal, de thuisbasis van scheidsrechter Björn Kuipers, kwam het team dinsdag bijeen voor een training. Ook kreeg de pers een laatste kans om het team te spreken voor vertrek. En die kans werd niet onbenut gelaten. Niet zo gek ook als je bedenkt dat Nederland in 2002 voor het laatst een scheidsrechter leverde aan het WK. En daarom is ook Oldenzaal trots op Björn Kuipers. Wat ik van hem knap vind, dat is dat hij tussen zo'n stelletje heethoofden zijn eigen hoofd koel houdt. En dat hij heerlijk consequent is. Ja, hartstikke trots. Ja, ik vind het erg leuk dat hij zulke wedstrijden mag fluiten. Ja. Zet Oldenzaal misschien een beetje op de kaart? Ik hoop het. Ja, Oldenzaal is een leuke stad. Dus ik zou het leuk vinden als dat wat meer bekendheid krijgt. Ja, geweldig trots natuurlijk. Iedereen hier heeft erover. Björn. En heel leuk. We zijn echt heel trots op hem. Ja. Oud-trainer Benny Nordkamp geniet van alle aandacht voor zijn oud-pupil. Ja, het doet fantastisch om een jongen uit Oldenzaal daar op de WK te zien fluiten. Dat is echt heel bijzonder. Daar maken wij in Boeskoolstad niet zo heel vaak mee. Heb je altijd al gezien dat er meer een scheidsrechter dan een voetballer in hem zat? Nou, dat zou niet eerlijk zijn als ik dat zou zeggen. Maar hij was natuurlijk wel iemand die altijd een beetje dominant aanwezig was in het veld. Hè? Dat hij het altijd beter zag dan een ander. En hij was altijd het overzicht hield hij. En hij was een soort informele leider in de groep. Dus een leidinggevende kwaliteit. En dat heeft hij toen ook al wel laten zien. Maar ik had natuurlijk niet gedacht dat hij zo'n enorm groot succes zou krijgen als scheidsrechter. Dat is niet zo. Afgelopen zaterdag staat hij dan opeens met de Champions League finale. Ja. Daar. Ja, dat is toch heel echt. Alle Oldenzaalers gingen alleen maar kijken voor Björn Kuipers. Maar niet voor die Spaanse teams. Ja. Want hoe erg leeft dat in Oldenzaal? Ja, dat leeft heel erg. Want Björn Kuipers is natuurlijk iemand die ook heel bekend is in Oldenzaal. Niet alleen vanwege zijn scheidsrechter, maar ook vanwege zijn supermarkten die hij bezit in Oldenzaal. En het is een hele gewone jongen, een heel aimabele jongen. Iedereen kan hem aanspreken. Hij zit zelf vaak achter de kassa om met een praatje te maken met iedereen. Dus hij is erg geliefd in Oldenzaal. En als hij dan dit ook nog kan bereiken als scheidsrechter, het allerhoogste niveau, de beste van de wereld bijna. Maar misschien is hij dat dan wel. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Björn, ik wens je heel veel succes op het WK en nog vele jaren, nog vele goede scheidsjaren tegemoet. Björn, heel veel succes op het WK en we gaan je volgen. Ja, succes. Maak geen fouten en kom goed. Nou, Björn, heel veel succes. Ik hoop dat je het goed doet en veel plezier in Brazilië. Björn, heel veel succes op de WK. Wij steunen je. Björn, jongen, ik als oud trainer, ik ben ontzettend trots op je dat jij nu naar het WK mag en dat je daar mag fluiten. Ik hoop niet dat je de finale haalt, want dat zou betekenen dat Nederland eruit ligt. Maar mocht Nederland dat niet halen, ga ik ervan uit dat jij die wedstrijd gaat fluiten. Hé, jongen, succes hè. Ga je goed.